Yo, what's up mensen? Nieuwk hier en zoals je kunt zien zijn we eindelijk weer een keer op Black Ops 2. Ik sta hier nog eventjes stil, ik was met mijn mobiel aan het klooien. Heel onprofessioneel, ik weet het, sorry. Nee, maar ja, zoals ik zei, Black Ops 2. Het is echt alweer een lange tijd geleden dat ik Black Ops 2 heb geüpload. Ik denk een weekje of twee, zoiets. Maar dat komt gewoon weg omdat Black Ops 2 niet bevalt. En ik ben bang dat het ook niet gaat bevallen. Ik speel vandaag eventjes Gun Game, omdat dat nog enigszins leuk is. Maar ik ging daarvoor ook even multiplayer. Speelde ik op de map Drone Domination. Ging onwijs goed met de PDW. Ik stond na 2-3 minuten, had ik al hondjes. En ik dacht van, ja kijk, dit wordt de gameplay. Dit wordt eindelijk weer een gameplay die ik met trots kan uploaden op YouTube. Dit wordt een lekkere score. Maar wat gebeurt er? Wat zie ik linksonder in mijn scherm? Het hele enemy team lieft. Met als gevolg dat er nog maar één persoon in het enemy team zit. Ja, daar krijg ik natuurlijk geen kills met hondjes, hè. Ik vind dat gewoon zo'n ongelofelijke onzin. Ik wil echt gewoon dat het gefixt wordt. Meer mensen hebben er last van. Ik heb meerdere commentators met dit probleem gezien. Gewoon als er een killstreak wordt gehaald, dat het gehele enemy team lieft. Als je een killstreak haalt, heb je gewoon recht op kills. Gewoon de kills die je verdient. Maar als een enemy team lieft en er wordt niet genoeg aangevoerd, wat op Black Ops 2 echt ongelooflijk vaak het probleem is. Gewoon, het enemy team is weg, er komen maximaal 1 of 2 personen voor terug. Je kan geen kills maken en uiteindelijk druk je maar weer op een quit game. En dan vragen ze nog, are you sure you want to quit? En dat vind ik echt gewoon een retorische vraag, oftewel een vraag waar je het antwoord op weet. Gewoon, ja, quit game, toedeloe. En dan start je vervolgens Modern Warfare 3 weer op. Nou, dat was bij mij dus ook het geval. Ik was Black Ops 2 echt helemaal zat. Ik ging MW3. Maar na een uurtje was ik er eigenlijk ook alweer klaar mee. Gewoon echt omdat ik het al het hele jaar gespeeld heb. Ik wil Black Ops 2. Ik wil plezier hebben in Black Ops 2. Maar het lukte gewoon eventjes niet. Toen dacht ik van ja, wat zal ik eens gaan doen? Zal ik weer headquarters? Zal ik weer kill confirmed? Zal ik weer lekker gefrustreerd raken? En toen zag ik in één keer party games. Dacht van nou, oh dat heb je natuurlijk ook nog. Nou, toen dacht ik van, ik ga maar even party games van veilig maken. Ik ga lekker lopen fokken in Gun Game. Nou, zoals je ziet, Carrier Gun Game. Waar je nu al 2 minuten aan het kijken bent of zo. Dat ging dus eventjes doen. En uiteindelijk had ik daar nog best wel plezier in. Dus ja, misschien ga ik het de komende weken iets vaker uploaden. Dan ga ik misschien ook nog even One in the Chamber doen. Of Sharpshooter. Gewoon lekker afwisselen. En het is inmiddels 3:15 in de nacht. Ik heb, ja, echt 3 ongelooflijk leuke dagen gehad. Met mijn familie, met mijn vriendin. Ik heb amper tijd gehad om video's te maken. Daarom had ik van tevoren al een paar video's in elkaar geknutseld. Al wat opgenomen. Zodat ik de afgelopen dagen in ieder geval nog uploadmateriaal had. Maar ja, jullie hebben misschien wel gezien. Gisteren heb ik niet geüpload. En in januari heb ik dus niet geüpload. Vandaar dat ik jullie ook nog geen gelukkig nieuwjaar heb gewenst. Maar bij deze, gelukkig nieuwjaar, de beste wensen, mogen 2013 een topjaar worden. Ik heb ook een aantal voornemens. Nummer 1, om het maar even dichtbij te houden. Ik wil mijn YouTube kanaal laten groeien. Helaas heb ik daar geen macht over. Het enige wat ik doe, is mijn best en gewoon op het beste hopen. Echt. Ik hoop het echt gewoon heel erg dat ik ga groeien dit jaar. Ook heb ik nog als voornemen om mijn HAVO-diploma te gaan halen dit jaar. Maar dat moet geen probleem worden. Ook wil ik mijn rijbewijs gaan halen. Dat hoop ik toch al in het eerste kwartaal te halen. Dus zo rond februari, maart. Wil ik mijn rijbewijs gaan halen. Dat moet gewoon lukken. Misschien hebben jullie ook nog voornemens. Post het lekker in de comments. Meestal hebben mensen echt voornemens waar ze gewoon zich niet aan houden. Je kent het wel. Minder drinken, niet meer roken. Afvallen. Maar ja, uiteindelijk op 31 december 2013 is van, ja, het is weer niet gelukt hè. Nope. Nou, 2014 maar. En ja, uiteindelijk heeft het gewoon totaal gezin. Geniet gewoon van je leven. Maak er iets moois van. Zoals dit jaar kon zien. Tenminste voor mij. Het jaar is weer voorbij gevlogen. Doe gewoon wat je zin in hebt. En ga vooral geen Black Ops 2 doen. Nou oké, doe dat maar wel. Als je er plezier in hebt, moet je het doen. Ik hoop ook gewoon in 2013 weer leuke video's voor jullie te maken. Plezier weer terug te gaan vinden in Call of Duty. En gewoon er een topjaar van te maken. En dan moeten jullie bij mij helpen. We gaan het gewoon doen jongens. We gaan er met z'n allen een topjaar van maken. In ieder geval, de eerste video van 2013 zit erop. Hopelijk vonden jullie het wat. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken, jongens. Peace.